Mijn naam is Hans van Leeuwen en ik ben hoogleraar aan het Erasmus MC en ben eindverantwoordelijke voor het onderzoek naar calcium-botstofwisseling. Het onderzoek gaat over kankercellen die uitgezaaid zijn naar het bot. En de klinische betekenis daarvan is dat wanneer kankercellen uitgezaaid zijn naar het bot, dan is het eigenlijk een ongeneeslijke situatie. En wij proberen daar met het onderzoek dat wij doen nieuwe therapieën voor te ontwikkelen. Daartoe hebben we reeds lange tijd geleden een humaan, een menselijk botvormingsmodel opgezet. En daarbij hebben we menselijke tumorcellen gebracht. En het samen kweken daarvan, levert zoveel meer op en zoveel meer mogelijkheden. Omdat we nu heel direct het samenspel, de interactie tussen deze twee celtypen kunnen bestuderen. En ook heel mooi kunnen kijken wat doen de botcellen op de groei van die tumorcellen. Maar ook de andere kant op, wat doen die kankercellen op de botstofwisseling, op de functie van de botcellen. En ja, dat zijn onderzoeken eigenlijk, dat vervangt niet alleen proefdieronderzoek. Het is eigenlijk nog een plus, want dit zijn dingen die je niet in een diermodel kan doen. Mijn persoonlijke motivatie om onderzoek te doen, en dan met name ook dit onderzoek, komt voort van nature nieuwsgierigheid om te begrijpen hoe systemen in elkaar zitten. En systemen bedoel ik mee organen, cellen, mensen, fysiologie. En daaraan gekoppeld zit een motivatie om te begrijpen van waarom gaat het mis in geval van ziekte. Want ik denk dat als wij echt de basis van ziekte kunnen begrijpen, daarmee bedoel ik vaak de moleculaire basis, dan kunnen wij ook nieuwe aangrijpingspunten voor therapieën ontwikkelen. Als we echt goed de basis begrijpen. Dus daar ligt mijn motivatie.